Waarschuwing, neem deze video niet te serieus. Yo, kijk van IMT, vandaag met een nieuwe aflevering van Crypto No Body Explosion. Vandaag gaan we weer verder met No Fair Game. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik sta bij de wires, dus Ben je klaar voor? Ben je klaar voor? Ha! Ja, zoiets. Ik ga eerst kijken, als we geen... Skip ik, want dit snap jij gewoon niet. Is het toevallig? Hè? Morsecode. Oh nee, dat houd ik. Ik snap wel hoe die moet, maar jij niet. Nee, klopt. This cream is for your eyes only. Maar het is geen morsecode. Dat hoop ik. Okay, we gaan beginnen met... Ik heb geen wires in ieder geval. Ik heb wel een button. Hij is... Okay, er staat detonate op. Wit en detonate. Hoeveel batterijen heb je op de bom? Oh, nou oké. Is er een lit indicator met een naam car? Nee. Oké. Okay. Nou, er is maar één batterij. Hou de button vast. Rood. Één, in any position. Oké, okay, en dan heb ik dus een... zes knoppen waar tekst niet... En dan schrijven we tekst niet staan. Oh, die. De Who's First. Ja, het staat op DR. DR. Dus Theodorus Hendrix Eduard Epsilon Spatie. Ja, oké. Okay, ik heb het. Aan de linkerkant, in het midden. Wat staat daar? Your. Utrecht Ricardo. Oké. Okay. Staat er Of nee, Nee. You are. Dus... Hoe? You are als één woord? Nee, twee woorden. Dus you en dan comma re? Nee, Ja, dan nee. You. Oké. Okay. Dan staat er nog Fout. Ja, ertussen staan. Nu staat er no. No. Bij heel moet je even zeggen of het twee woorden zijn of niet, dat is makkelijker. Oké. Okay. Rechts onderin. You are. Dus met twee woorden. Comma, you met een comma. En dan re. Oké. Okay. Staat er in you? Ja. Oké, okay, next. Yes. Waar staat yes? Oké, okay. Links in het midden. What? Met een question mark of wat? Nee, gewoon what? Oké. Okay. Staat question mark. Staat er met drie H's? Nee. What? Zonder question? Nee. Left? Ja. Oké, okay, next. C. Alleen Cornelis. Rechtsbovenin. U, van Utrecht. Staat er twee woorden? Nee. Fout. Dat was twee woorden. Your. Ja, dat zei ik. Your. Wat voor your? Your. In woorden. Gewoon één woord of in een commaatje? Eén woord. Rechts in het midden. What? Vraagteken. Oké. Okay. You. Nee. Hold. Nee. Your met een comma. Nee. Your, dus Griekse ei O-U-R. O-U-R? Griekse ei O-U-R. Ja. Klaar. Nou met die de kleurtjes. Kleurtjes. Waar staan de kleurtjes? We gaan het nog niet meer halen. Oef. Dat heeft te veel tijd gekost, die laatste. Ging te langzaam. Beam. Ik heb hem opnieuw gestart. Maar dat moet veel sneller. Ja, hoe moet die sneller? Heb je er nog één die jij niet snapt? Oef. Dat is het nadeel, jij snapt de helft van die puzzels niet. Die hierin zitten. This screen is for your eyes only. Oké, deze snap jij ook niet. Wat?
Ja, kijk, dat is het nadeel. Jij snapt het lampje, sterretje en die twee kleuren, snap jij niet. Lampje, sterretje in de twee kleuren? Ja, zo omschrijf jij het ook altijd. Oh, die. Nee, zou moeten kunnen lukken. We beginnen weer. Nee, het is weer hetzelfde met die lampjes, sterretjes en gaan ze maar door. Zucht. Dat is het nadeel als jij die niet begrijpt, want die komt best wel vaak terug. Maar die is toch wel makkelijker dan Morse. Op dit level. Maar dat is makkelijker dan de Morse code, of? Vind ik. Nou, laat dan proberen dan, met die sterretjes en lampjes. Oké, sterretjes en lampje, laat me zien. Wit en een lampje is aan. Wit en een lampje is aan, dus geen sterretje. Anders denk ik wel een sterretje was, toch? Let is on, dan moet die hierin staan. Oké, dan moet die eens even zien. Wire has red coloring, oké, even zien. Use the Venn diagram below to... Welke poort moet er zijn? Hij heeft geen poort in ieder geval, mijn bom. Maar wel, hij heeft een internet en zo'n oude muispoort. Oké, dus je hebt een ledje, dus dan weet ik waar ik moet zijn, maar... En wit. Oké. Ik ben al een minuut bezig met die ene. Niet knippen. Oké, dat is blauw met wit. Blauw met wit? Zonder kleur, oké. Orange blue coloring, dus dat is deze streep. Dat is dus... S, even kijken. Cut the wire if the last digit of the serial number is even. Nee, is oneven, is een 1. Oké. Wit. Next. Vol wit? Ja, wit. Ik zeg toch wit. Maar hoe kom ik hier verder mee? Want dat... Hè? Als je er niet tussen staat, staat er niet tussen. Klaar. Oké, door. Blauw sterretje. Blauw sterretje, oké. Blue coloring. Dan moet ik hier gewoon knippen. Niet. Volgens mij moet ik hier gewoon knippen. Niet, hè? Ja, we hebben hoezo toch verloren. Ik laat hem ontploffen. En die witte moest ik wel knippen, knik-ei. Die twee witte. Wel, maar ja. Die staat er allemaal niet tussen. Of ik die wel of niet moet knippen. Maar hij is toch al game over. Nou, kijk ook even in de bomb manual. Kijk als jij goed kan lezen. PDF. Is dat ergens hieronder? Nou, wil ik het weten ook. C. Cut the wire. Staat er wel in. Hoe bedoel je C, cut the wire? Ja, dat zie ik wel, maar... Ik switch even mijn view. Kunnen de kijkers meekijken. Kijk. Er staat bij, als er niks is, Mark. The wire has red coloring. Zie je die streepje met langstreepje, kortstreepje? Ja. The wire has blue coloring. Is een heel streepje. Ja. Has star symbol is blokjes. Kleine blokjes. Let is on zijn grotere blokjes. Er staan allemaal, alle letters staan ertussen. En bovenaan staat één C waar niks omcirkeld is. Ja. Dus die hoort dus nergens bij. Dus dat betekent dat alles wat buiten die tabel valt, is die C automatisch. Oh, je moet van het midden uitgaan. C, nee. S... Wat? Als alleen die wire has red... als de wire red is, dan ga ik alleen opzoeken welke letter staat binnen die rode cirkel. Alleen binnen die rode cirkel. Dus dat is een S. Dat is die bovenste S aan de linkerkant. En als nu dus rood is en hij heeft een blauw kleurtje, dan wordt het die S die dus in die hele cirkel staat, die helemaal rond is, zonder onderbrekingen erin. Met die lang-kort patroon. Dus dat is ook een S. Dus die in het midden staat. Oh, zo moet je er vanaf. En is die led nou aan? Dan ga ik nog eentje verder naar beneden.
Maar die valt dan binnen die hele. En binnen dat streep-punt-patroon is ook een S. Maar heeft hij nou alleen led? En is die rode kleur? Dan is het B. Onder die S. En is het nou alleen led? Dan wordt het een D. Snap je nou hoe je moet lezen? Wel iets meer, maar ja. Je moet gewoon van boven naar beneden lezen ofzo. Je moet gewoon naar die cirkels kijken en alles moet binnen de cirkel vallen. Dat is echt letterlijk. Als ik dus een led, nu is alleen een led heb. Welke letter is het dan? D. Ja, wat dan als hij ook blauw is? Even kijken. D en blauw. Of led en blauw. Even kijken, dan moet ik even nadenken. Ik denk dat hij dan P is. Ja. Zo moet ik kijken. Hij is niet zo heel moeilijk, alleen je moet hem even snappen. Ja. Want die hebben toen ook een hele tijdje op gezeten. Op een gegeven moment viel in één keer bij mij het kwartje. Zo werkt die. En bijvoorbeeld als die red is en die heeft een sterretje, dan is het die C die tussen de andere C staat in die S. Red, sterretje, ja, is een C. Oh, nu begin ik het te begrijpen. Nou, zullen we nog één keer proberen? Ja. Let's do this. Nog een poging. Zo moeilijk is hij eigenlijk niet, hè? Nee, maar ja, je moet wel een beetje weten wat precies de bedoeling is. Zoals jij het nu uitlegt, dan stap ik er in ieder geval meer van wat Manuel zegt. Dus Morsecode, dat begrijp je helemaal niet. Oh god. En zo moeilijk is Morsecode niet. Nog een poging. Elke keer je loading screen tussen uitknippen, dat scheelt gewoon 50% van de video. Weer Morsecode. Rep. Dat is echt een nadeel dat jij dat niet begrijpt. Nee. Dat het echt ziek simpel is. Ja, maar ik kan het niet... Hoe noem ik dat? Ik kan het gewoon niet... zo snel zien, al die lichtjes. Alweer. Dat is gewoon heel scheids... Als je zegt kort, kort, lang, begrijp jij het ook niet. Ja, dan gaat het waarschijnlijk voor één... één letje of zo. Of nummer, of hoe dat ook mag zijn. Weer Morsecode. Volgens mij willen ze gewoon dat ik Morsecode doe of zo. Volgens mij moet jij het gewoon leren. Maar dat wil ik niet. Wordt er toch wat tijd voor. Geen Morsecode. Oké, we beginnen met symbolen. Symbolen, dan kijk ik weer helemaal naar boven. We hebben een okay. X. Een I er doorheen. Ja. Een copyright logo. Copyright, dat is dus die C met een punt ofzo? Of? C rondje. Eromheen. Oh, die. En een omgekeerde Griekse I. Ja. En een blanco ster. Oké. Okay. Copyright. Ja. X met de I. Ja. Dan de I en dan de stertje. Dan. Oké, okay, volgende die ik heb is een button. Blauw, oh, een button. En detonate. Blauw en detonate. Heb je, hoeveel batterij heb je? 0. Oké, blue. Nee, oké. Okay. Je moet hem gewoon vasthouden. Blauw. Oké, okay, 4. Oké, okay, dan heb ik dus nu, even kijken wat bij jou in de buurt ligt. Weer met die zes buttons met woorden erop en een display met letterstream. Oké, daar ben ik. Er staat read op. Read. Ricardo, Eduard, ja. Dirk. Rest in het midden. Press. Press. Even zien. Dubbel S aan het einde. Oké. Okay. Right. Nee. Middle. Nee. Yes. Nee. Ready. Ja. Fout. Hoezo fout? Blank staat er nu.
Blank. Rechts in het midden. Rechts in het midden. You are. Als één woord. Dus Ypsilon, Otto, Utrecht, Ricardo, Eduard. Oké. You. Nee. Your? Of met een kommetje? Nee. UR? Nee. Next? Nog even lekker knap. Nee. Ja. Trouwens wel. Fout. Taf fout. C's. De wat? C's. En hoe typ je dat? Simon, Arthur, Ypsilon, Simon. Oh, zes. Oh, oké. Okay. Rechts onderin. Hold. Hold. You are. Nee. You. Met gewoon een U. Nee. Done. Nee. UH, UH. Ja. C's, hetzelfde. Simon, nou, rechts... Arthur, Ypsilon, Simon. Rechts onderin. What? Vraagteken. Oké, okay, you. Alleen de U. Nee. Griekse I, O, U. Nee. Hold. Nee. Your met een comma erin. Your, you are? Met een comma. Ja. Read. Read. R-E-E-D. Richard, Eduard, Eduard, Dirk. Oké, okay, links onderin. Blank. Blank. Wait. Wat? Wait. Ja, dat was hem. We hebben nog 30 seconden, gaan we niet meer halen. Oef. Nog even die tabel met een sterretje en lampje en die verschillende kleuren wires. Oké, gewoon proberen. Blauw, okay. Rood, lampje. Blauw, rood en lampje. Lijkt de moeilijkste gelijk. Let's see, dat is die. Red coloring. Beams. Die. Nou, even laat een like achter, kun je niet abonneren. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg.